Is voor jou zijn, Herman? Ik ken Rotterdam redelijk goed en ik vind het wel een heel boeiende stad. Ja. Ja, maar wat mij wel eens interesseert, je moet natuurlijk in getallen noemen, maar verdien je veel meer in Nederland? Nee, nee, letterlijk. Ik verdien wat ik in België verdiende. Ja. Dus, en dat was veel. Dat is ook niet slecht. Dus, ik klaag niet, maar iedereen weet dat journalistiek niet goed betaalt. Maar ik klaag helemaal niet. Ik ben al 22 jaar in journalistiek en 22 maar jaar in journalistiek. Het kon ook zijn, Peter, dat je het voor het geld deed, maar nee, dat is niet waar. Nee. Het is waarschijnlijk de uitdaging. Ja, dat zeg ik. Herinner jij je eerste dag middelbare school nog? Wat precies herinneren, niet natuurlijk, hè. Maar ik ging van een jaren 60 van een heel klein plaatselijk schooltje, de Molenhoekschool, ging ik naar het Heilig Hart Instituut, de Broederschool. In Hamme was dat. In Hamme, en er was toch wel meteen een pikorde duidelijk, hè. Van degenen die van zo'n klein schooltje kwamen, werden meteen niet per se gepest, maar inderdaad als de mindere beschouwd. En er was één gast die dan in het eerste middelbaar bij mij in de school zat. En die was zowat de leader of the band vanuit de lagere school. En die had meteen door dat ik een natuurlijke uitstraling had. Die zijn positie in gevaar zou brengen. En die gast vond dus de beste oplossing om meteen zijn plaats duidelijk te maken om met een rechtsnoek tegen mijn bakkes te geven. En hij brak zijn hand. Dat was Karel van Bender. Ik weet dat hij iedere dag naar de laatste show kent. Karel Twist. Brak zijn hand in mijn gezicht. Dat was niet anders. Zeg, jullie gaan naar een nieuwe school. Hebben jullie een liefje bijvoorbeeld moeten achterlaten op de vorige school? Nee. Nee? Nee. Ik heb het in de vakantie uitgemaakt met mijn lief. Omdat je van school ging veranderen? Nee. Dus je gaat naar dezelfde school. Goed in bed, die gast.